Nou, en ik ben er weer, Brechtje Vlechtje, en vandaag ben ik in Oosterwolde. En dit is Willem Dijkstra, Hij heeft mij, hij heeft al gelijk mijn telefoonnummer gevraagd en heeft me al gelijk op de foto gezet en zo. Maar Willem, waar zijn we vandaag? Oosterwolde. Ja, maar wat is de markt? Hij weet het niet. Hij moet alles regelen, maar hij weet het niet. Ja, proef, beleef, avondmarkt. Beleef avondmarkt. Dus je kan lekker proeven, dat betekent dus allemaal lekkere hapjes. Gratis proeven. Wat kan je beleven dan? Nou, je kan beleven dat je mij tegenkomt. Ja, dat is een hele, indrukwekkende gebeurtenis. En een hele eer, hè? En een hele eer. En een indrukwekkende gebeurtenis, toch? Precies. Dus remembering for life. Ja. Dus, en het is ook in de avond. Ook in de avond. Dus tot 9 uur in Oosterwolde. In Oosterwolde. Ja. Bij de proef en beleef. Ja, precies. Avondmarkt. Ja. Nou, daar ben ik dus. En daar ga ik even een leuke rapportage van maken. Nou, ook goed idee, Willem? Heel goed. Nou, moet je even iedereen uitnodigen hier te komen? Dan doe ik hem even op internet. Komen jullie allemaal naar de markt, zo? Ja. Dat moet jij even doen. Jij bent van de organisatie. Ja. Iedereen even komen op de markt vandaag. Want Willem hebt er zin in. Ja. Dus, nou, het is hier dus in Oosterwolde. Ik zal het even laten zien. Het is ook een beetje saai, hè. Het is nu nog rustig. Je kan er nu nog bij. Ook aan die kant. En aan die kant. Maar er staat een jong kerel aan de andere kant. Jannes. En, dat is Jannes. Waar is Jannes? Waar is Jannes? Daar, die metro. Meneer, het is dus gewoon te lang, Willem. Gewoon allemaal even komen. Naar Oosterwolde. Naar de proefbeleefmarkt. Hé, mevrouw? Toch, mevrouw? Leuk, toch? Ja, zeg.